Een heel goede morgen allemaal en welkom in de achteruitkijkspiegel van deze prachtige zaterdag. Deze zomerse zaterdag. Nou, heel zomers is het dit weekend helaas niet. Dat is dan weer jammer. Het zit een beetje tegen. We begonnen zo goed en nu is het een beetje aan het kwakkelen. Maar goed, we maken er het beste van. De vorige keer spiegelde zat ik op een omgeslagen boot. Dit keer hou ik het als saaier. Ik zit gewoon in een auto, maar wel in een echte Kia Sportage. Jazeker, ik draag Kia een warm hart toe, zoals jullie weten. Nou, ik ben vanmorgen even hierheen komen fietsen. Ik keek in de garage, wat stond er? Nou, een Kia Sportage. Die pak ik dan natuurlijk. En uiteraard zit ik wel alleen, maar niet eenzaam in de auto. Dus ik ga bellen. En vandaag doe ik dat met mijn favoriete technische collega Cornelis Kit. Eens kijken of Cornelis al uit zijn nest is. Goedemorgen, Cornelis. Hey Cornelis, hoor ik daar de echte Cornelis Kit? Ja hoor, yes, helemaal. Zeker. Ja, dan ga je net heel spontaan doen alsof je mij niet verwacht. Maar uiteraard wist je dat ik jou ging bellen hoor. Maar goed, de mensen moeten toch een beetje de schijn hoog houden natuurlijk. Dus leuk dat je belt. Leuk dat ik jou belt, moet ik zeggen. Hoe is het, jongen? Hoe was jouw week? Ja, weekend. Weekend, hè? Heerlijk. Ja, hoe was jouw week? Het was weer een beetje inkomen. Net vakantie gehad. Dus weer vol en fris tegen al het nieuws aan. Ja. Er gebeurt genoeg natuurlijk. Groot spannend nieuws lijkt uit te blijven, maar als je het een beetje tussendoor leest, dan is het nog behoorlijk wat eigenlijk. Ja toch? Ja toch? Ja. Nog leuke dingen gedaan deze week? Toevallig van de week een Porsche Cayenne GTS opgehaald. Zo. Zeg maar de auto tussen de normale S en de Turbo in. En ja, misschien wel een van de laatste der Mohicanen. Ja. Dit is toch natuurlijk nog een conventioneel aangedreven auto. Tenminste, ja. Conventioneel als een V8 voor jou conventioneel is. Maar het is een auto met zo'n versnellingsbak van ZF. En bij ZF hebben ze bekendgemaakt dat ze stoppen met de ontwikkeling van aandrijftechniek voor conventioneel aangedreven auto's. Oké. Okay. Dus het is zo'n versnellingsbak die je overal ziet opduiken, van Jaguar tot BMW en ook bij Porsche. Volgende generaties zullen daar elektromotoren bij hebben. Ja, niet geheel onverwacht, maar toch wel vrij een definitieve mededeling. Ja, want jij als techneut, elektromotoren hebben toch geen versnellingsbak nodig, of hoe zit dat? Wat zeg je, elektromotoren? Niet? Ja. Nee, maar goed, kijk, die gaan natuurlijk wel, die hybrides hebben natuurlijk wel een versnellingsbak nodig. En overigens, elektrische auto's zie je ook met versnellingsbak gaan komen. Ja. En dat is gewoon een kostendingetje. Wil je met een elektromotor de koppel verhogen, dan wordt die motor een stuk duurder. Vermogen is niet zo lastig om eruit te halen, relatief gezien. Koppel is lastiger en dat kost meer geld. En ja, dan kun je met een versnellingsbak, wat eigenlijk een vertraging is, kun je de koppel omhoog gooien voor relatief minder geld. Dus ja. Bijvoorbeeld een Porsche Taycan, zie je dat al. Ja, dat zijn allemaal dingetjes die gaan gebeuren. Ja, en ZF gaat er lekker in mee, dus... Ja. Ja, nou heb je dat van koppel. Ik heb ook het leukste gedaan van de week. Ford heeft, de kennis heeft aangekondigd dat ze een van de Mach-E, van hun eerste elektrische auto, of eerste echte elektrische auto, hoe je het ook bent opgekeerd, hebben ze een soort showmodel gemaakt. Dat is de Mach-E 1400. En dat 1400 staat over het aantal pk's wat eruit komt. Dat is een auto die hebben ze gemaakt in samenwerking met een Amerikaanse tuner. En ik sprak van de week met een van de ontwikkelaars. Dat is de baas van die tuner. Dat is die heet Von Giddin. En Von Giddin, dat zegt jou niks waarschijnlijk. Mij zei het ook niks, maar dat schijnt. Die is in Amerika huge. Dat is echt dat is de Max Verstappen in het kwadraat van Amerika. Het is een autosportheld. Dat is een tv-persoonlijkheid. En ook een autotuner dus. En die heeft in die auto gewerkt. En die man die gaat dus... Dat is de petrolhead van Amerika. Dat is echt een redneck. Red hair, redneck. En die heeft in die auto gewerkt. En die man sprak ik erover. Dat is echt fantastisch om zo'n man te horen praten over elektrische auto's. Maar... Die auto is 1400 pk en hoeveelheid koppel wist ze niet, maar hij zei al, het is aanzienlijk meer dan het aantal pk's, dus tel maar na. Oké. Okay. Bijzondere auto. Top. Ja, maar dat is dan zo'n ding, natuurlijk zo'n showauto die natuurlijk aan geen enkel reglement hoeft te voldoen natuurlijk. Nee, tuurlijk niet, maar goed, er zitten zeven elektromotoren in. Vier achterin en drie voorin. Het ding kan heel hard, hij kan driften, hij kan alles eigenlijk.
Maar bijzonder ding, moet ik zeggen. Ik heb eventjes de video bekeken. Ik heb de auto toen niet gezien. Het gaat allemaal via video tegenwoordig. Ik heb de video bekeken. Nou, hij zei, ik zei ja, dat is geen benzinelucht, geen geluid. Nou, zei, er zit wel geluid in. Nou, ik weet niet of je al zo'n, bij de tandarts een wortelkanaalbehandeling hebt gehad. Nou, dat, maar dan... Nee, godzijdank niet, maar echt waar. Iedereen die een trauma heeft overgehouden aan de tandarts moet niet naar deze Mac-E1400 luisteren. Want het is net een tandartsboor die op de hol slaat. Het is echt verschrikkelijk. Maar goed, Von Gitten vond het prachtig. Nou, goed. Kijk, ook leuk om te weten. Vast iemand. Ja. Hey, nu we toch in Amerika zijn met elektrische auto's, Tesla heeft weer winst gemaakt. Het vierde kwartaal op rij. Ja. Dat heb ik nog meegekregen. Ja, dat heb ik meegekregen. Dat vind ik knap, want dat zat ik een tijdje aan. Er wordt toch geld achterna gegooid bij die auto's? Dat klopt, bij de auto's wel. Ja, ik zie daar net daarvoor mij rijdt weer een paar duizend euro verlies van Elon Musk. Ja, nee, het geld wordt daar eigenlijk helemaal niet met de auto's verdiend. Opmerkelijk, maar eigenlijk met hetgeen wat de auto's niet uitstoten, CO2. Ja. Je hebt natuurlijk in Europa, mag je allemaal als fabrikant tot een maximum, dat wordt naar beneden bijgeschroefd inmiddels, tot 95 gram gemiddeld CO2 uitstoten. En ja, dat doen die Tesla's niet, maar ze hebben als Tesla wel recht om dat te doen. Dat recht dat kun je ook verkopen, en dat doen ze. En dat verkopen ze aan Fiat. Fiat. Zodat die met hun autootjes die er niet onder zitten, dat dan op die manier kunnen compenseren. Het kost een paar centen. Maar goed, dat zijn wel de centen die dan zorgen dat ze met Tesla toch nog winst maken. Ja, bijzonder. Met auto's bouwen, direct maar gewoon indirect. Dat is gewoon een aflaten dus. Over auto's gesproken, waar rij jij eigenlijk in? Ik zit in de Kia Sportage. Kijk. Gewoon op benzine met een automaat, een hele fijne auto hoor. Dus, maar eventjes, wat je zegt, geen CO2 uitstoten, dat kun je verkopen. Nou ben ik vanmorgen op de fiets naar de redactie gekomen, maar kan ik dat dan verkopen aan Fiat? Kan ik daaraan verdienen? Het enige punt is natuurlijk wel dat hetgeen die fiets bij jou aandrijft, dat ben je zelf. Ja. Je ademt wel iets uit natuurlijk, hè? Moet ik een mondkapje op doen, toch? Maar dan vang je de CO2 niet van jou. Ben ik bang. Kan het proberen, toch? Maar goed. Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, ik zit in de Kia Sportage. Dat is echt een hele fijne auto. Ik wijk een beetje af van mijn verhalen, hoor. Dat maakt niet uit. Geeft niet. Nee. Is die voor een verhaal of hebben we die... Volgens mij, nee, ik moet je eerlijk zeggen, dat is een beetje het nadeel van dat thuiswerk. Je raakt een beetje vervreemd van alles. Het is een test van Marco. Ik vroeg in de groepsapp van jongens, wie heeft er een auto voor de spiegel over? Nou, Marco zei, ik heb een mooie Sportage. Nou, die ga ik pakken. Vind ik een fijne auto. Maar goed, ik zei net, ik kom die garage inlopen en ik pak maar wat. Zo gaat het natuurlijk niet. En daarover gesproken trouwens, vind ik ook leuk om even aan te stippen. Ik las van de week, of een paar weken terug, las ik een reactie onder een van de spiegeltjes. Niet dat jullie denken dat we geen reactie lezen. Ik lees ze allemaal. Maar goed, daar zei iemand, die was heel boos op ons. En die zei dus, ja, die was erachter gekomen door de weersomstandigheden van de spiegel. En van die zaterdag, dat het niet live is, de spiegel. Ja, en dan kan ik... Ach. Ja, ach. Dus ik moet nu met de billen bloot. Ik moet een bekentenis, een onthulling doen nu. Nee, jongens. De spiegel is niet live. Dat geldt overigens ook voor GTST. Dat geldt ook voor de trilogie van Lord of the Rings. Dat is allemaal van tevoren opgenomen. De spiegel ook. En misschien dat je het ook al een klein beetje kunt begrijpen. Want als de spiegel live zou zijn, dat zou betekenen dat elke keer als jij op die knop drukt, dat Cornelis en ik in die auto moeten springen en het verhaal opnieuw moeten gaan af. Dat kan natuurlijk niet, toch? Ja, dat kan wel, hoor, man. Ik zit hier 20% achter die tafel en iedere keer als ik iemand een knopje druk, betekent het hele verhaal nog een keer. Ja, een week lang vol. Ja, maar goed, we zijn dus door de mand gevallen. De spiegel is niet live. Maar wel heel dicht voor de zaterdag opgenomen. Want we hebben het over de afgelopen week. En over de afgelopen week kun je het niet hebben als je het niet heel dicht op de zaterdag doet. Want anders zou je een glazen bol hebben, toch? Ja, nee, inderdaad. Over een klein stukje glazen bol kan ik wel wat vertellen. Met een bruggetje naar het verleden. Ik ga aanstaande donderdag, sorry. Dus volgende week, dus na het weekend, ruim voor de volgende spiegel moet ik dan eerlijk live zeggen. Oh, pas op bij de rijden. Rijden met de Volkswagen ID3. Oké, van de Mach-E naar de ID3. Een concurrent. Ja, precies. Via Tesla. Ja. Ik ben heel benieuwd eigenlijk naar die auto. En het grappige is, dat is een auto, 204 pk voor de middenklasse, en dat is natuurlijk best wel aardig.
En het bruggetje naar het verleden, dat is 30 jaar, hè? Autoweek dit jaar nog steeds 30 jaar. Ja, zeker. Dus zij blikken we ook iedere week terug naar de autoweek van 30 jaar geleden. En in de autoweek van 30 jaar geleden komen onder andere een paar variaties op een Citroën XM tegen en een gecamoufleerde Renault Espace, maar ook een trio-test met drie Golf GTI. Wauw. En we hadden in die tijd hadden we een gewone GTI, een GTI 16 klepper en er was een GTI G60 met een G-lader. En als je dan gaat kijken wat die auto's presteren, de gewone GTI had maar liefst 107 pk. Wow. Hoor je dat? 107 ja. pk. Ja. Dat zie jij ook wel aan hoor. Goed, en die G-lader die had dan 160 pk. Nou, dat was even wat. Maar goed, als je dat dan vergelijkt met dus de ID3 die al gewoon 204 pk hebt, ja, dan zijn er wel sprongen gemaakt in 30 jaar. Ja. Dus, ja, het zal geen GTI zijn, die ID3, maar nou ja, ik ben toch heel nieuwsgierig. Ja, ik heb er natuurlijk al heel veel over gelezen, gezien en, ja. en aangeraakt. Ik heb hem al gereden hoor, een prototype. Ik heb al een prototype gegeven van de ID3, maar... Weet ik. Maar goed, we gaan nu de productieversie, dus ik ben heel benieuwd. Is hij klaar? Want we hebben natuurlijk maandenlang lopen klootviolen met die auto, dat er allerlei dingen niet klopten, de software was niet klaar. Ja, software hè. Ja. Software, ja, nou ja, het lijkt erop dat het nu allemaal gaat gebeuren. En dat moet natuurlijk ook wel een keer. Ja. Volgens mij geen software. Ik ga er verder geen grap over maken, maar je kunt zelf invullen. Wat flauw. Makkelijk. Dus ja, dat is eigenlijk waar ik wel naar uitkijk in mijn glazen bol voor volgende week. Ja, waar ga je rijden? Ga je naar buitenland of ga je het gewoon Nederland doen? Nee, in Hannover, Duitsland. Oh, leuk. Met vliegtuig? Nee, dat nog niet. We gaan wel met een benzineauto die kant uit. Oké. Okay. Nou, ik heb nog niet gevlogen. Dat ga ik daarna een week later overigens wel doen. Oké, okay, ja. Dat heb ik al vier maanden niet meer gedaan. Een paar dagen later. En dan ga ik met een elektrische Fiat 500 rijden. Een compleet nieuwe 500 auto. Oké, okay, interessant. Dus heel ver. Dat is dan allemaal weer keurig de compensatie van die Cayenne GTS. Heel goed. Je bent een brave vent. Verkoop het aan Fiat, zou ik zeggen. Voor die 500. Ja. Nou, leuk. Wordt een leuke week. Denk ja, ik toch? Zo. Ja. Ik ga hem kort houden. Ik neem een paar dagen vrij volgende week. En dan ga ik met de duurtest Duke wat leuke dingetjes doen, denk ik. En tot die tijd ga ik lekker weekend vieren. Jullie ook en Cornelis ook, denk jij, Cornelis? Ja, nee. Ik ga hier natuurlijk wel gewoon achter mijn scherm zitten. En iedere keer als er iemand klikt, dan vertel ik het verhaal nog een keer. Precies. Zo gaan we dat doen. Hey, Cornelis, fijn weekend. En jullie ook natuurlijk allemaal, jongens. Oké. Hoi.